We gaan eerst naar Nikki. Want ja, de Kamer heeft het druk. Er wordt ook eens gesproken over onderwijs in tijden van corona. Ja, het haakt natuurlijk wel aan corona. Maar ja, want hoe doe je dat nou, hè? Onderwijs in tijden van corona. Op middelbare scholen zien we nu dat dringende advies voor mondkapjes, wat ook ontzettend veel leerlingen opvolgen. Ja, en de grote vraag is nu toch ook wel, ja, gaan we dat op het mbo en het hoger onderwijs ook zien? Er zijn mensen die daarvoor pleiten. Maar de voorzitter van de mbo-raad, die is nog niet zo zeker daarvan? Nou, ik ben tegen het idee wat is opgevat, dat als je een mondkapjesplicht zou invoeren in het mbo, dat je dan de 1,5 meter regel zou kunnen loslaten. He, dus dat studenten onderling, maar ook studenten en docenten, zich niet meer zouden hoeven te houden aan die 1,5 meter regel. Ik heb zien gebeuren dat er nu weer een discussie losbarst over mondkapjes, 1,5 meter en onderwijs in het mbo onder andere. Maar daar wil ik wel tegen ageren dat als je die mondkapjesplicht doet, hè, in het mbo, dat je dan die 1,5 meter regel niet overboord kunt gooien. Ik ben toch wel benieuwd hoe hier aan tafel gedacht wordt. Moeten die mondkapjes wat u betreft ook op die mbo's gedragen worden? Ja, natuurlijk. En ik snap ook die discussie op een gegeven moment niet meer. Ik begrijp best als de crisis in het begin losbarst, dat je met elkaar erover hebt wat werkt wel, wat werkt niet. Maar inmiddels denk ik, we zitten zometeen weer in een tweede golf. Gewoon als je denkt dat het zou kunnen helpen, gewoon doen. Vindt u het ook niet een beetje verwarrend? Nu hebben we het weer over het mbo. We hebben het al op zoveel terreinen over die mondkapjes gehad. Moet er niet gewoon één lijn komen? Nou ja, het belangrijkste is denk ik dat mensen zelf ook kijken wat ze zelf kunnen doen om bij te dragen. Dus ongeacht of het nou plicht is of niet, doe het. Je helpt er een ander mee, want je kunt een ander minder makkelijk besmetten. Maar moet dat advies er dus ook specifiek voor die mbo's komen, zegt u? Nou ja, die zijn voor een deel ook boven de 18, die studenten. Dus ja, je weet, als volwassenen ben je toch besmettelijk. Dus ook al is er wel of niet een plicht, doe het alsjeblieft allemaal. Naast de 1,5 meter handen wassen, et cetera. Want daarmee help je verspreiding van het virus voorkomen. Goed, maar dat blijft dus eigen verantwoordelijkheid wat u betreft. Ja, en hoe dit afloopt, dat zullen we ook wel weer zien. Maar ga niet altijd op zoek naar de uitweg in de regels. Maar probeer met elkaar nou even dat virus de kop in te drukken. Ja.